Nou, het heeft natuurlijk te maken dat het nog gevoelig is. Ja. Al gevoelig, dat weet ik ook niet. Maar... Nee, dat weet ik niet. Wat ja. Stond je bodem, ja. Ja, maar als dat nou maar gebeurd is. Ja, dat weet ik niet. Ik pak niet wel dat verantwoordelijk is. Meester zelf. Ik denk het meester zelf, denk ik, want het is geen boshout. Ja, maar het is al mooi eerder gebeurd, hè. Oh, hier zo? Ja, dat er een inbressing plaatsvond. Ja, oké, okay, dat is mooi, ja. Die hebben door zo, nee? En dat kent je. Ja. Nou, in de mot, maar is dat gebeurd. Ja. Dat is natuurlijk niet te hoop. Nee, dat ben ik met je eens. Maar het is ook heel aantrekkelijk voor mensen om hierin te gaan zwemmen, hè? Ja. Dat is gewoon, ja, het is natuurlijk jammer. Dat het eigenlijk moest zorgen dat het nooit dat het dat men hier vrolijk in kon. Ja, ja, precies. Voor er een procent in en dat we een mooie plaats hebben. Ja. Ja. En dat is, hoe kom u weg? Mag ik u erop zetten? Oh, wat gaat dat voor dat? Dat is ook zo. Ja. En gebruik. Volgens mij met zippen te maken. Ja, ga je ja, hè? Helemaal. Ja, dat zat ik altijd in. Voor mij is het zippen. Oké. Dat zijn ik altijd dingen. Ja. Nou ja, het wordt nu de tijd dat die klom ook wordt, laat ik maar zo zeggen. Ja. En dat mag je best een procent kosten. Ja, en, maar goed, stel nou voor dat er wat gebeurt in. Is dat, niet, dat is natuurlijk wel gevoorlijk. Mensen, dat gaat het risico, eigenlijk wel. Er stond ook nog op de bodem, dus klaar. Ja, heel duidelijk en heel makkelijk in. Ik doe de auto niet, dat ook wel risico. Ja, maar dat is wel geld bij mijn stel voor jullie. Zijn 100 mensen ben er nou zo'n beetje, schat ik zo in. En waar ik aan van het water. Ja. En, dus als er zo'n inbressing komt en men, het vlucht er eenmaal naar beneden, dat zijn de keer eruit in runnen. Nee, dat klopt. Nee, en dan zeg ik voor, je moet je kinderen of buren of familie of kennissen of wel op maar wezen. Is het dan wel vertrouwd dat de gemeente dus er allemaal maar ogen laten touw staat? Ja, ja en nee. Ja. Kijk, uit het open van de gemeente kan ik niet zeggen, nee, dan moet, maar dan moet je er ook hek mee zetten. Dan moet je ook niet open laten. Ik bedoel dat mensen dan niet bekomen kunnen. Nee, u bedoelt eigenlijk te zeggen, het is aan van baden. Het is of alles of niks. Het is of alles of niks. Als er niks is, nou, dan moet er ook dus door gaan of het dat er ook geen mens komen kan. Precies. En als er dan wat gebeurt, dan ben er, nou, dan gebeurt het. Nou, het is toch gevoel dat je wezen moet, dan moet je de grote hek omheen zetten en zeggen, het is afgesloten terrein. Klopt. Ja, dat is het eigenlijk. Nou, het is nou vrij toegankelijk. Ja, dat is eigenlijk. Een beetje gedoogd. Het wordt nou gedoogd, zegt ja, u, hè? Ja, ja. Maar als ik naar die bodem kijk, dan wordt het wel gedoogd. Eigen risico staat er ook binnen niet. Ja, gisteren is mijn zoon niet door de politie aanhoold. Maar de politie zal vrolijk weer verder lopen. Ja, de politie heeft je zoon aanhoold. En mocht je zoon zou blijven of moest ze weg? Nee, mocht blijven, maar ze mocht niet wel aan kanen zitten. Maar ze mocht nooit zwemmen. Ze mocht nooit zwemmen, maar ze mocht wel aan kanen zitten. Dat heb je al verteld. Dat vertelde je zoontje? Ja, daar heb de politie over verteld. Ja, de politie is wel weer, maar die doet niks. Nee, die loopt vrolijk langs. Ja, hij mocht niet zwemmen, hij mocht wel weer, maar hij mocht niet zwemmen. Ja, maar goed, het is, als er zo'n inbressing komt, ja, kan dan ook zit je ook nog niet veilig. Dan dus zit je op land ook niet veilig. Dus dan eigenlijk... Dan zeg ik ook, dan moet je naar zo'n bord inzetten, zwemmen zeggen wij. Nee, omdat je je weten is al zeer gevoelig, dan moet je zo'n gebied afzetten. Ja, dus eigenlijk is het zo, wie stond hier eigenlijk helemaal niet vertrouwd? Eigenlijk nooit. Als je dat zo zegt met die inbressing, nee, dan stond je niet vertrouwd. Nee, dus met andere maar woorden... Maar ligt er hier al, dan ligt er al joren. Ja, maar vorig jaar is er nog een behoorlijke inbressing geweest aan, ja, aan de westkant. Ja, dat zit je zo hè? Nee, maar door hem kennen dat Saans, kan hij wel onderweg wezen en ik kan het wel zeg maar nummer 1 hoor. Dan wordt dat nodig die dat de gemeente er onderzoekt en of afzet of de, of klom wordt. Ja, was je wel verdaan, wie gewoon gaan naar roepen, straks sta ik een barrel in. Oké, okay, dankjewel hè.